Goeiedag, welkom bij deze nieuwe 10-daagse weersverwachting van Weerplaza. De afgelopen 10 dagen waren heel zacht in ons land, bijna recordzacht zelfs, met verschillende dagen temperaturen tussen de 12 en 15 graden en in het zuiden van het land vorige week zelfs één dag met maar liefst 18 graden. Maar ook op dit moment is het nog heel zacht, waardes veelal rond of boven de 10 graden en ook de nachten verlopen ontzettend zacht en dat betekent dat de natuur al behoorlijk in de lentestand aan het raken is. Nou, de komende tijd zien we dat het langzaam wel een beetje afkoelt, dat we het hele zachte weer kwijtraken. En kijken we dan naar de pluim, dan zien we ook dat met name vanaf het weekend de nachten wat frisser gaan worden. Dat heeft te maken met een wat rustigere atmosfeer. Die hele zachte zuidwestenwind valt langzaam weg in onze omgeving. En dat betekent dat dus vooral de nachten wat verder kunnen gaan afkoelen. En misschien dat het in het binnenland zo nu en dan tot een paar graden vorst kan komen vanaf zaterdag of zondag. Overdag, ja, krijgt de zon langzaam natuurlijk al wat meer kracht. In de loop van volgende week zitten we al in de maand maart. En dat betekent dat het overdag natuurlijk wat sneller gaat opwarmen. En ja, ondanks dat we in een wat koudere luchtsoort zitten, verandert er aan de middagtemperatuur niet zo heel veel voorlopig. Het blijft zacht met zo'n 8 tot 10 graden in de middag. Maar vooral de nachten kunnen dus wat vaker gaan afkoelen. Nou, het hele patroon gaat langzaam ook wat veranderen. Voorlopig hebben we nog met een stevige west- tot zuidwestelijke stroming te maken, waarmee verschillende gebieden met bewolking en ook buien worden aangevoerd. Af en toe kan het ook wat langere tijd regenen. Maar langzaamaan zien we in de loop van volgende week dat de lijnen van gelijke luchtdruk, wat uit elkaar komen te liggen. Dat betekent dat de wind steeds verder in kracht afneemt en dat ten noorden van ons ook een gordel met wat hogere luchtdruk komt te liggen. Dat betekent dat de wind bij ons wat meer uit een zuidoostelijke tot oostelijke richting kan gaan waaien, met dus die aanvoer van iets minder zachte lucht. Ik wil het niet direct koud noemen, want ja, koude lucht zit gewoon niet in onze buurt. Dat geldt ook voor volgende week. We zien wel een hele brede gordel met vrij koude lucht over Europa uitzakken volgende week. Die vrij koude lucht bevindt zich vooral op wat grotere hoogte. Nabij het aardoppervlak valt dat allemaal dus wel mee. Het is niet zo dat we in één keer nog een winterse periode gaan krijgen op korte termijn. Wel liggen de temperaturen dus rond de 1,5 kilometer hoogte, veelal onder het vriespunt. Dat betekent dat met name tijdens rustige nachten met opklaringen, ja, dat het best wel flink kan afkoelen en dus met af en toe ook een graadje vorst. Niks bijzonders overigens voor eind februari of begin maart. Dat hebben we de afgelopen jaren wel vaker gezien. Zelfs nog in de combinatie met sneeuw en dat zit er de komende tijd echt niet in. Waar we wel eerst mee te maken krijgen is een actief lage drukgebied. Dat zal donderdagavond, morgenavond dus en in de nacht naar vrijdag onze omgeving gaan passeren. Dat lage drukgebied trekt dan over de Noordzee met ten zuiden daarvan een vrij actief windveld. En dat zien we op deze animatie met de windstoten. Geel staat voor meer dan 75 km per uur en oranje en rood voor meer dan 100 km per uur. En dan zagen we vooral over het noordwesten en deels ook over het midden van het land dat daar windstoten morgenavond tot misschien wel 90 of 100 kilometer per uur kunnen voorkomen. Zal wel kortdurend zijn, hoogstens een uurtje of 2 à 3 en daarna neemt de wind alweer in kracht af. Vrijdagochtend is er eigenlijk niet veel meer aan de hand. Kijken we dan naar de rest van de week en begin van volgende week, dan zien we dat het wel wisselvallig blijft, maar langzaamaan krijgt de zon toch meer ruimte, in tegenstelling tot de afgelopen dagen. En daarbij krijgen we dus met die iets koudere bovenluchten te maken. Met temperaturen overdag dalend naar zo'n 8 tot 10 graden is nog steeds iets aan de zachte kant voor deze tijd van het jaar. Maar vooral de nachten worden dus een stukje kouder. Gemiddeld over het land 1 of 2 graden boven nul. Maar landinwaarts kan het zo nu en dan een graadje gaan vriezen. En dat zal ook zeker de dagen na deze periode het geval zijn. Ik wens u nog een mooie dag.